Laatste macro-economische nieuws. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Komt vandaag zomaar overwaaien uit de Verenigde Staten, waar men nog bezig is om het laatste banenrapport te verteren. Nou, eigenlijk is dat best een lichte maaltijd, want het was uitstekend. Ja, 1 of 2 dagen na de verkiezingen begin november moet het rentecomité van de Fed bij elkaar komen. Nou, nog niet zo lang geleden, namelijk voor afgelopen vrijdag, ging de hele discussie, gaat het weer met 50 basispunten omlaag gebeuren met de rente? Of doen ze een gewoon stapje van 25? Waarbij de neiging toch was bij veel mensen dat ze ervan uitgingen dat het weer 0,5% zou worden. Nou, hoe snel dingen kunnen wijzigen hebben we afgelopen vrijdag gezien. Want toen kwamen de maandelijkse banencijfers. En we hebben daar, men rekende op ongeveer 150.000 banen. Nou, er kwamen er 254.000 bij in september. Het Amerikaanse Centraal Bureau voor de Statistiek was ook nog zo aardig om te zeggen dat wat we eerder gemeld hadden voor de maanden juli en augustus, zet daar een streep doorheen. Er zijn er 72.000 meer geweest dan wat oorspronkelijk werd gerapporteerd. Dat soort bijstellingen beginnen wel tamelijk structureel te worden, hè? Behoorlijk. Gaan we het zo meteen ook een stukje over hebben. Maar wat stond er nog meer in dat banenrapport? Werkloosheid is gedaald. De loonstijging is wat hoger geweest dan daarvoor. We hebben de befaamde of beroemde, beruchte, hoe je het ook wilt noemen, inkoopmanagersindex voor het dienstendeel van de economie, het grootste deel van de economie. Nou, daar is sprake van behoorlijke stijging. Dus dat geeft aan, het grootste deel van de Amerikaanse economie draait niet alleen lekker, maar bijna uitstekend. Een van de regionale centrale banken in Amerika heeft een soort real-time forecast model gebouwd van hoe gaat het nou met die economie, zodat we niet pas na kwartalen horen hoe het is gegaan, maar bijna real-time. Nou, die zeggen in het derde kwartaal 2,5% groei. What's not to like, Thomas? En dat betekent heel veel voor de Fed, want dan kan ineens een streep doorheen gaan door zeker die 50 basispunten hoop. En ondertussen zijn er steeds meer mensen op financiële markt die zich afvragen of de rente überhaupt omlaag zal gaan. Dat zijn dezelfde mensen die tot voor kort uitgingen van renteverlagingen tot zeker volgend jaar zomer. Zeker. En we hebben het destijds over gezegd, ja, als je dus van een hele reeks renteverlagingen uitgaat tot aan de zomer van volgend jaar, dan zorg je er als het ware heel snel voor dat je teleurgesteld gaat worden. Want tussen nu en zomer volgend jaar zit er toch een maand of 8, 9. En elke maand krijgen we allerlei macro-economische cijfers. Banenrapport, inflatie, economische groei, allerlei andere indicatoren. En er hoeft er maar 1 of 2 tussen te zitten die onverwacht goed waren. En dan zou je meteen je verwachtingen over renteverlagingen moeten gaan bijstellen. En dat betekent schommelingen op de markten. Dus koersen die stijgen en daarmee gaan dalen of andersom. En die renteverlagingen die vinden niet plaats omdat het met de economie hartstikke goed gaat. Dus de financiële markten hebben dan op een andere manier toch weinig om over te mopperen. Dit geeft aan dat je heel plausibel verhaal zou kunnen houden. Het gaat niet alleen goed met de Amerikaanse economie, het gaat geweldig met de Amerikaanse economie. Dit grijpt een beetje terug op de laatste renteverlaging, waarin de voorzitter van de Fed zei, nou, onze economie staat er heel goed voor. Trouwens, de rente gaat met 0,5% omlaag. Hebben we toen al gezegd, dat is toch een beetje raar. Aan de andere kant, want dat is ook altijd helaas de economische werkelijkheid, kun je ook een net zo plausibel verhaal houden dat het eigenlijk heel slecht gaat met de Amerikaanse economie. Want dan kijken naar wat microdata. Er zijn veel en steeds meer Amerikaanse huishoudens die niet op tijd hun renteaflossing en afbetaling van de lening overmaken naar hun bank. Dus je hebt een betalingsachterstand opgelopen. Daar worden er steeds meer van. Wat jij daar heel terecht op wees. We hebben in de zomer van dit jaar te horen gekregen dat er vorig jaar ongeveer 800.000 minder nieuwe banen erbij zijn gekomen dan in eerste instantie werd gerapporteerd. Dat betekent dat je bij dit soort maandelijkse cijfers kun je hele grote vraagtekens zetten. Je zou er bijna gek van worden als je bij de Fed zit. Want het moeilijke deel van je taak komt eigenlijk nu pas. Als je op basis van dat eerste deel, van die geweldige cijfers en banenrapporten, zegt, nou, de economie heeft geen duwtje in de rug nodig, we houden de rente gelijk, loop je het gevaar dat je later erachter komt, het zat er toch niet allemaal mee zoals het destijds leek. Dus we zijn gaan remmen terwijl we gas hadden moeten geven. En als je nu de rente wel gaat verlagen, kun je over een paar maanden tot de conclusie komen dat je in feite extra olie hebt gegooid op het inflatievuurtje wat al behoorlijk aangewakkerd was. Nou,
Dat wordt nog wat in 2025. Dat wordt nog wat, maar dat zeggen we toch wel in het licht van een nagenoeg zeker lijkende zachte landing. Ik snap dat jij vanuit je historische besef nu zegt, ja, maar luister, dat is bijna nooit Thomas, gebeurd. We hebben het zo vaak meegemaakt dat we die zachte landing, die veilige haven als het ware zagen, om alleen maar erachter te komen dat het één grote optische illusie is geweest. We hebben hem een stuk of 14, 15 keer gezien, maar één keer meegemaakt in de afgelopen 30 jaar. Ik wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren, maar het zit allemaal niet mee en de schijn heb je toch wel tegen. En als je dan ook nog eens, als de Fed moet je met al deze dingen rekening houden. En dan komt er ook nog eens bij dat een onafhankelijke partij in Amerika heeft dus de moeite genomen om de begrotingsplannen van twee presidentskandidaten door te rekenen. Met als vraag, wat zou dat kunnen betekenen voor Amerikaanse staatsschuld? En zuinigheid is niet hun sterkst ontwikkelde talent, geloof ik. Laten we eerst even beginnen met de democratische kandidaat Kamala Harris. Als zij wint en al haar plannen doorzet, dan loopt de Amerikaanse staatsschuld in 2035, van zoveel vooruit ga je proberen te rekenen, van ongeveer 100% van de economie nu naar ruim 130% van de economie. En als Donald Trump wint en als zijn plannen doorvoert, dan ga je richting 142%. Moet je als Fed ook nog rekening mee houden bij wat ga je doen met de rente. Dus ik wens de voorzitter van de Fed heel veel wijsheid toe de komende maanden, want dat zal hij nodig hebben. Dank voor jouw wijsheid de afgelopen minuten en tot morgen.